Als je budget voor boeken voor deze maand op is, nu wegklikken. Nu. Hier begint het verhaal met dat je eigenlijk een beetje een spelletje mee wilt spelen. Hij gaat iets zeggen, een zin of een woord. Jij moet daaraan denken en hij gaat dat dan op de volgende pagina tekenen. Rond de 3 jaar vinden dit heerlijk, want die worden eigenlijk altijd zo gespeeld eigenlijk een beetje dat je die niet gelooft, want op iedere pagina duiken er toch weer tijgers op en ze waren er niet aan het denken, zeiden ze net, maar ze doen het dus blijkbaar wel. Plots draait dat verhaal waarvan je misschien dacht dat het ging over hoe dat de hersenen werken, plots draait dat echt gewoon naar... Aldoende moet je leren. Er is nog nooit een tekenaar of een kunstenaar gewoon geboren die een direct goed kon schilderen. Er zijn altijd heel veel belabberde tekeningen aan vooraf gegaan. Ineens denk je, hij eindigt ook heel grappig, want de auteur roept dan op van kom, ga jij nu eens tekenen? Hè? Want je moet tekenen om beter te worden in tekenen. Ik zal ook eens aan iets denken. Aan apen.